oorlog om Gaza duurt precies een jaar. Op 7 oktober vorig jaar viel Hamas Israël op verschillende plekken aan. We have breaking news out of Israel this morning, where Hamas has launched a surprise attack within Israel's borders overnight. Militants in Gaza fired thousands of rockets into Israel. Zouden burgers en Israëlische militairen als gijzelaar mee hebben teruggenomen de Gazastrook in? It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. This was an act of sheer evil. It's as simple as that. These atrocities. Ja, korte impressie van precies een jaar geleden. Wat er toen gebeurde in Israël. Nou, bij die aanval kwamen 1200 mensen om het leven. Werden 250 mensen gegijzeld. Dat weten we nog, hè? Dat was onder meer op een festival. Mensen in dorpen, kibbutzen die daar langs de grens waren. En die aanslag was de start van een steeds verder escalerend conflict daar in het Midden-Oosten. Dat nog steeds voortduurt. Ook afgelopen nacht weer, want Israël heeft bommen afgegooid op Beirut. Vanuit Libanon zijn er weer raketten afgevuurd door Hezbollah op de noordelijke stad Haifa. En we gaan erover praten met Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst voordat we even terug gaan kijken op een jaar. De afgelopen nacht, wat is er gebeurd? Weet je iets te vertellen? Nou ja, het geeft inderdaad het karakter weer van waar we nu staan. Aanvallen vanuit alle hoeken en gaten, zou je bijna zeggen. Vanuit Libanon inderdaad op Haifa. De doelwit was een militaire basis ten zuiden van Haifa. Maar één raket raakte een woonwijk en daar zijn verschillende gewonden bij gevallen. In Beirut heeft Israël commandocentra bestookt van Hezbollah. Onduidelijk nog hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen. Er is een drone in Rishon neergehaald, mogelijk vanuit Irak of Jemen. En vanochtend om 6:30, de dag, zeg maar het tijdstip dat een jaar geleden die aanval begon, ging het luchtalarm ook weer af rondom Gaza, of in ieder geval een klein deel bij Gaza. En Hamas zou nog een paar raketten daar hebben afgevuurd. Hoe wordt er vandaag stilgestaan bij dit moment, bij deze, ja, eigenlijk een herdenking van een verschrikkelijk feit vorig jaar? Er zijn vanochtend al verschillende ceremonies geweest om 6:30, dus het begin van de aanval in Jeruzalem, in Tel Aviv. Maar bijvoorbeeld ook op het Nova Festival terrein, waar vorig jaar 364 mensen werden afgeslacht. Ja. En later vandaag, vanavond, is er een. Nou ja, dat had een grote herdenking moeten zijn hier in het park van Tel Aviv. Maar vanwege de huidige veiligheidsmaatregelen, angst voor raketaanvallen vanuit Iran, vanuit Libanon, mogen er maar maximaal 2000 mensen bijeen zijn. Dus er zouden eerst iets van 50.000 man op afkomen. Nou, nu is het dus maximaal 2000 mensen. Tja. Als we terugkijken op het achterliggende jaar, hoe is Israël veranderd, Ralf? Je woont daar. Het is dag en nacht. Er is echt een césuur geweest. In de psyche van de mensen, in het gedrag van de mensen. Ze voelen zich eenzaam in de wereld. Ze kunnen de kritiek, die begrijpen ze niet, die ze nu krijgen vanwege de operaties. Eerst in Gaza, nu in Libanon en mogelijk straks in Iran. Ze hebben echt het gevoel dat ze alleen staan in de wereld. Maar ook gewoon het dagelijks leven. Wat ik zelf ook hier bijvoorbeeld ouders van klasgenootjes van mijn kinderen, die vaders die 's ochtends hun kinderen naar school gaan brengen en dan, nou ja, de auto nemen naar Gaza na de oorlog. Het zijn allemaal reservisten die uit het dagelijkse leven zijn gerukt en die nu in één keer worden geacht om te vechten. Nee, het is helemaal veranderd hier. Ja. Even, er is gespeculeerd over die 7 oktober, hè, voor de verjaardag van dit verschrikkelijke feit, dat er ook iets zou kunnen gaan gebeuren, dat Israël mogelijk een grote aanval zou gaan uitvoeren op Iran. Iran heeft ook het vliegverkeer tijdelijk gestaakt. Een hoop spanning was er gisteravond ook. Daarom, hè, in de aanloop naar vandaag, wat is daar van bewaarheid geworden? Het lijkt erop alsof het in ieder geval vanuit Iran even rustig is. Het is rustig gebleven. Er werd even gevreesd inderdaad dat Israël gisteravond in actie zou komen. Dat die aanval, die vergelding richting Iran er komt, dat is 100% zeker. Ja. Maar ik verwacht niet dat het vandaag dan zal gebeuren, om uit respect voor de slachtoffers van 7 oktober. Maar vannacht of de komende dagen, dan zullen waarschijnlijk hier F-35's opstijgen om doelen in Iran te gaan ja, bestoken. Nou, en daarmee kunnen we na één jaar en een beetje stellen dat het conflict echt duidelijk geëscaleerd is. En ook voorlopig niet voorbij, hè?
Dat is voorlopig niet voorbij. Het was ook het doel van Hamas, van Yahya Sinwar, om op 7 oktober met die bloedige aanval eigenlijk een regionale oorlog te veroorzaken. Hij hoopte dat Hezbollah zich direct in de strijd zou mengen en daarmee andere milities in de regio en misschien Iran. Dat lukte niet op 7 oktober in de maanden daarna, maar nu, precies een jaar later, heeft hij eigenlijk gekregen waar hij op hoopte. Een regionale oorlog met Hezbollah, met Iran en met Israël. Ja, precies. En een conflict wat steeds groter is en waar een oplossing eigenlijk ver weg lijkt, hè, Ralf? Dat kunnen we stellen. Dat kunnen we stellen. Er zijn nog steeds mensen die spreken over een twee-staten-oplossing in Europa en Amerika. Ja. Niemand in Israël die op dit moment een staat aan de Palestijnen wil geven. Dat zou ze zo zien als een cadeau voor terreur van een jaar geleden. En dan komt Libanon en al die andere partijen komen daarbij. Nee, vrede is heel ver weg, helaas. Dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent vanuit Tel Aviv, Israël.